Vandaar ook gaan we meteen door naar het boek van de avond. Kerkgeschiedenis voor iedereen. Amandine Lene is er. Zij zit vast nog tussen de verhuisdozen. En zij is samen met Jan van der Kamp de auteur van dit splinternieuwe boek. En zij zullen het nu gaan presenteren. Amandine Lene is predikant van de gereformeerde kerk Vrijgemaakt. Maar dat weet u vast, want dat haalde het nieuws. En zij is verbonden aan de opleiding theologie van de Hogeschool VIA in Zwolle. Jan van der Kamp is universitair docent kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit en ook weer verbonden aan het blad tijdschrift Nederlandse kerkgeschiedenis van, jawel, de VNK. Zo is het cirkeltje rond. Maar ik geef jullie graag het woord en ik zet de PowerPoint aan. Hartelijk dank voor deze avond. Aan de organisatie ook dank en mooi dat we iets mogen delen van dit boek. We hebben er, moet ik eerlijk zeggen, hard aan gewerkt. Het viel mij bij tijden soms zelfs een beetje tegen, maar dat hoort ook. Ik heb zelf ook heel veel van geleerd en ik was heel blij om met Jan ook samen te werken. Ik heb ook veel van hem geleerd. En we willen jullie even heel kort meenemen in deze presentatie. Een beetje achtergronden en ook wat in het boek zelf bladeren. En de titel die we hebben gegeven is Hoezo kerkgeschiedenis voor iedereen? Waar komt dat vandaan en wat bedoelen we daar ook mee? Dus de volgende slide kan worden gepresenteerd. En dan zal ik daar eerst iets over vertellen. Dan vertelt Jan iets en dan weer ik en dan eindigt Jan. Deze kerkgeschiedenis voor iedereen die is deel van een serie. Ik had eigenlijk nooit, ik moest net even denken, Arjan van Tricht, de uitgever, waarmee ik denk ik in 2014 een gesprek had over dogmatiek voor iedereen. Ik had niet verwacht dat in 2020 de derde deel in de serie zou gepubliceerd worden. Maar dat is dus wel gebeurd en ook heel fijn dat ik daar zelf ook aan bij mocht dragen. Maar het begon dus met dogmatiek voor iedereen, met als subtitel weten wat je gelooft. En daarna is er nog een boek over het Oude en Nieuwe Testament verschenen en nu dus kerkgeschiedenis voor iedereen. En het idee achter die serie en ook dit boek zijn eigenlijk redelijk gelijk. De bedoeling daarvan is dat we lastige vakken, vakgebieden meer toegankelijk maken. Ik denk dat toegankelijk eigenlijk het juiste woord is voor een breder publiek. Dus vandaar ook dat iedereen. Zoals de meeste van jullie weten, dogmatiek is vaak ook dik. En dat geldt ook voor kerkgeschiedenis. Dat zijn vaak hele dikke, vaak ook wel redelijk saaie boeken. Soms zijn er wel veel plaatjes, maar goed, dan nog is het eigenlijk voor de lezer met weinig achtergrond niet altijd zo makkelijk. Dus dat was de bedoeling om het toegankelijk te maken. En ik zal straks ook wat over die opzet zeggen, hoe we dat dan ook hebben geprobeerd te doen. En daarbij hebben we ook gezegd van dat toegankelijk maken, dat betekent dus ook dat het niet een te dik boek moet worden. En dat betekent ook dat het mooi zou zijn als we het kunnen verbinden ook met je dagelijkse leven, de verbinding met nu. Dat het niet een saai boek is over mensen alleen maar van vroeger, maar dat die ons ook nu iets te vertellen hebben. En de ondertitel, weten waar je vandaan komt, dat zegt eigenlijk ook heel erg veel over ons doel met deze kerkgeschiedenis voor iedereen. Omdat wij namelijk denken dat kerkgeschiedenis, en zoals hopelijk iedereen die ook nu luistert, en we moeten dat dus maar wat breder ook gaan vertellen, weet hoe belangrijk het is als je ook wilt weten wie jij zelf bent, waar je vandaan komt, wat jouw achtergrond is. En dat gaat soms heel erg ver terug. Waarom hebben we een geloofsbelijdenis van Nicea? Waarom staat daarin wat daarin staat? Hoe is die tot stand gekomen? Zelfs de Bijbel. De verschillende kerken die we in Nederland kennen, die we wereldwijd kennen. Ga zo maar door. Jullie zullen genoeg voorbeelden weten. Dus ook het juist persoonlijk maken van, als je wilt weten waar jij vandaan komt, wie jij bent. Vandaag de dag staat het ook best wel centraal, hè, dat je moet weten wie je bent. Dan is kerkgeschiedenis volgens mij een heel erg belangrijk onderdeel voor jezelf, maar ook om de ander te begrijpen. En ook om gesprekken aan te gaan over allerlei actuele onderwerpen die aan de orde zijn in kerken of in de wereld. Dan is het ook goed om die kennis te hebben. Mensen zeggen heel vaak zo, maar we hebben het toch altijd zo gedaan? Dat is maar de vraag of dat zo is. En dan is die opzet dus zo dat we eigenlijk altijd beginnen in elk hoofdstuk met een inleiding. Die inleiding is vaak heel actueel. Iets van wat in het nieuws opvallend was of wat onlangs is gebeurd of iets dergelijks.
En we gebruiken ook hele mooie citaten van verschillende mensen die iets over wat in het hoofdstuk staat beschreven wordt, iets daarover zeggen. We hebben ook verdiepingskaders, wat het ook makkelijker maakt om te zeggen, hé, daar wil ik meer van weten, laat ik dat lezen. Ook interessant, denk ik, is dat we kaders met bijbelteksten hebben, die dus ook verwijzen naar iets waarin je ook ziet hoe de link met de Bijbel is. Dus dat is een beetje de manier waarop we dat hebben opgezet, net zoals de andere boeken in de serie. En dat maakt het hopelijk nog meer toegankelijk. Tot zover deze slide. De volgende mag. En dan is Jan. Ja, ook van mijn kant dank, Arnold, aan jou namens de VNK. Dat je voor het organiseren van deze avond en om ons boek samen in samenwerking tussen VNK en Kok Boekencentrum te kunnen presenteren. Ik ga eerst iets vertellen over de insteek en over de bril van onze kerkgeschiedenis. En dan gaat Almantine weer verder en vervolgens kom ik weer. De titel van het boek is Kerkgeschiedenis. Kerkgeschiedenis voor iedereen. En bij kerk denkt u waarschijnlijk in de eerste plaats aan het instituut kerk. Daar hebben wij in het boek ook aandacht voor. Maar ook, en dat is in lijn met hoe de kerkgeschiedenis zich de laatste 30 jaar ontwikkeld heeft. We hebben ook aandacht voor de gewone gelovigen, die ook door Annie de Bruin al even genoemd werd. En voor hun geloofsbeleving en geloofspraktijk. We hebben dat als volgt gedaan, dat we de kerkgeschiedenis hebben opgedeeld in perioden van 200 jaar. En elk hoofdstuk is gewijd aan zo'n periode. Uiteraard is er over de periode tot 1500 veel minder bekend. Er zijn veel minder bronnen in de tijd voor de boekdrukkunst. Maar we hebben bewust hiervoor gekozen om een frisse blik te krijgen op de kerkgeschiedenis. En zodat je ook scherper in beeld krijgt wat de grote lijnen van de kerkgeschiedenis zijn. Wat de continuïteit is en wat de veranderingen zijn. Het gaat in ons boek over algemene kerkgeschiedenis. Dus de kerkgeschiedenis op wereldniveau. Hoewel we als westerse en protestantse auteurs wel met een bepaalde selectiefilter. Dat speelt een rol natuurlijk. En tevens zoomen we in het boek regelmatig in op Nederland. We mogen naar de volgende dia. Elke kerkhistoricus die kijkt natuurlijk met een bepaalde bril naar de stof die hij behandelt. En die bril die wordt bepaald door de tijd waarin je leeft en door je eigen achtergrond. En ik wil dat duidelijk maken aan de hand van bijvoorbeeld de geschiedschrijving over Maarten Luther. U ziet aan de rechterkant een plaatje van Luther. Nou, al vrij kort na zijn overlijden verschenen er allerlei beelden, verhalen en ook afbeeldingen over Maarten Luther. Zowel van protestantse zijde als van rooms-katholieke zijde. En nou, u heeft misschien al gezien dat dit plaatje van rooms-katholieke zijde is. De boodschap daarachter is dat Luther eigenlijk een doedelzak is die de duivel gebruikt om de mensen naar een pijpen te laten dansen. En zo verschenen er de eeuwen door allerlei beelden over Luther. In de 19e eeuw, waarin het nationalisme opgang maakte, was Luther de nationale held van Duitsland. Hoewel aan de andere kant had je ook de visie van de socialisten, Luther als de knecht van de vorsten zagen. En dus op een negatieve manier duidelijk werd. In 1958 verscheen er een boek van een psycholoog, Erik Erikson, die in lijn met de psycholoog Freud, de vader van de moderne psychologie, die sprak van een zogenaamd vadercomplex bij Luther. Luther die zou een hele moeilijke jeugd hebben gehad en zo zou hij ertoe gekomen zijn om daarmee in het reinen te komen. Zo zou hij tot zijn visie zijn gekomen dat God een genadige vader is. In 1982, het laatste voorbeeld, verscheen er een heel bekend boek over Luther van de kerkhistoricus Heiko Obermann. Met de titel Mens, Luther, Mens tussen duivel en God. En Obermann probeerde Luther te bekijken door de ogen van Luther zelf. En hij beschreef Luther als iemand die betrokken was in de strijd tussen God
en de duivel. Dus kijken door de ogen van personen uit het verleden. En dat is ook de manier waarop wij geprobeerd hebben naar de personen die wij beschrijven te kijken. We kunnen naar de volgende dia. Onze bril is een christelijke bril. En die hebben we ook expliciet gemaakt in de inleiding in het eerste hoofdstuk van het boek. Wij beschouwen de geschiedenis als een deel van de geschiedenis die God schrijft. God is het die de kerk verkozen heeft, uitgekozen heeft, als zijn bruid. God is het die de wereld, de mens, geschapen heeft. En die schepping is ook voor een historicus, een kerkhistoricus, heel belangrijk. God heeft niet alleen de mens gemaakt, maar ook het sociale en het psychische en het economische. En dat hangt ook allemaal met elkaar samen. En een historicus die kan die visie ook gebruiken om die dingen in samenhang te bestuderen. De schepping van God die is helaas in zonde gevallen. Maar God heeft zich in genade tot de mens, tot de Adam gekeerd. En die twee sporen van zonde aan de ene kant en genade aan de andere kant, die zien we door heel de kerkgeschiedenis terugkomen. Heel belangrijk is ook de voorzienigheid. Het geloof dat God de geschiedenis en de kerkgeschiedenis leidt. En daarin zit ook een bepaalde gelaagdheid. In de theologie wordt gesproken over de eerste oorzaken, dat is God, maar ook over de tweede oorzaken. Dus er is zowel het handelen van God als van mensen. En die twee dingen die hebben wij in ons boek, willen wij ook ten volle honoreren. En tenslotte, de kerkgeschiedenis gaat ergens naartoe, naar de toekomst van God. Naar de voleinding, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar God zijn kerk, zijn bruid, thuis haalt. Dit is onze visie, hoe wij het geheel van de kerkgeschiedenis zien. En hoe wij, dat heeft ook implicaties, hoe wij met de kerkgeschiedenis omgaan. Daar kom ik straks nog op. Maar in de beschrijving, in de hoofdstukken, hebben wij dat geprobeerd om op een gedistanceerde manier te doen. Met enige afstand, om zoveel mogelijk de objectiviteit te bewaren. We kunnen naar de volgende dia. En dan gaat Almantine eerst iets vertellen over de vroege kerk. De periode van 100 tot 300. En vervolgens zal ik en dan iets vertellen over de periode van 1700 tot 1900. En de bedoeling daarvan is dat zijn twee voorbeelden aan de hand waarvan we laten zien hoe onze visie, onze insteek en onze bril, hoe die nou doorwerken in concreet hoofdstuk. Dank Jan. En ook het doel daarmee is om iets te laten zien van hoe we die lijnen naar de actualiteit ook trekken. En gek genoeg is het oudste hoofdstuk misschien nog wel ook een van de meest actuele, ook nu in de wereld en specifiek ook in Nederland. We beginnen in dat hoofdstuk door ook eventjes iets te vertellen over een land waar christenen vervolgd worden. Een stukje van Open Doors daar ook naar te verwijzen. En de christenen natuurlijk in de vroege kerk waren in de minderheid. Daar was heftige vervolging, daar vertellen we uiteraard ook over. En daarin zien we ook in onze tijd in Nederland een overeenkomst en uiteraard ook een verschil met Nederland. Niet met de wereld als het natuurlijk gaat om die vervolging. Maar de overeenkomst wel dat christenen steeds meer in de minderheid ook in Nederland zijn. Sinds ik geloof 2 jaar schijnen christenen ook 49% ook echt nu in de minderheid te zijn. Goed, nog steeds eigenlijk een heel groot deel natuurlijk, hè, in vergelijking ook met het begin van de vroege kerk. Alhoewel die kerk natuurlijk enorm groeide toen. Dus dat is wel een andere beweging. Maar de vraag is dan natuurlijk wel van, hey, wat zouden we daarvan kunnen leren? Zouden wij als mensen uit een hele andere tijd iets kunnen leren van die christenen die toen in de minderheid waren? Nou, ik denk het wel. Wij denken van wel. Bijvoorbeeld ook de manier waarop zij dus in gesprek gingen ook met mensen die niet geloofden. Apologetiek, hè, wordt dat wel genoemd. Verdediging van het geloof, maar ook het aanprijzen van het geloof. En ik ben ook van mening dat eigenlijk vandaag de dag een heel erg belangrijk vakgebied is. En niet alleen iets voor ook theologen, maar eigenlijk voor elke kerklid. In deze coronatijd merk je ook zelfs dat de kerk nog iets meer onder een vergrootglas ligt.
Ja, dan is het heel erg belangrijk om na te denken over wat laten we nou ook zien dan als minderheid. En hoe prijzen we het geloof aan? Hoe verdedigen we onszelf? Of het nou Hillsong is in Amsterdam of dat je in Staphorst of ergens anders jezelf moet verdedigen. Daarvan kunnen we volgens mij ook heel erg veel leren. Al is apologetiek bij ons heel erg natuurlijk gericht ook op wetenschap en dergelijke. Het logisch redeneren van toen, wat natuurlijk ook een wetenschappelijke discipline was, valt volgens mij heel veel van te leren. En datzelfde geldt voor de gnostiek, ook natuurlijk boeiend, wel ingewikkeld altijd. Dus dat proberen we ook goed uit te leggen, wat dat nou precies was in de vroege kerk. Het heeft natuurlijk enorm veel invloed gehad. In die tijd in de Bijbel en Nieuw Testament komen we het al tegen. En we halen Henk Bakker, kerkhistoricus, ook aan, die bijvoorbeeld zegt van ja, ik zie die gnostiek nog heel erg terug, ook in hedendaagse jongerenbewegingen bijvoorbeeld, in hoe zij spreken over het geloof, wat zij daarvan meekrijgen. Hij zegt, heel vaak wordt gezegd, je hoeft niet te bidden om vergeving, die heb je al, deze visie, je hebt het al, je moet je er alleen nog bewust van worden, kom je ook binnen gnostiek tegen. Nou, je kunt er natuurlijk van verschillen, hè, van wat Henk Bakker hier interpreteert, maar het is natuurlijk wel boeiend om daar ook zo over na te denken. En dan vervolgens geven we nog aandacht aan de totstandkoming van het Nieuwe Testament. Hoe kan het nou dat wij al deze boeken in de Bijbel hebben, hoe is dat gebeurd, dat proces, want het was ook een proces natuurlijk. En als laatste nog iets heel actueels, die opwekkingsbeweging in die tijd. Met bijvoorbeeld Montanus. Nou ja, daar zien we vandaag de dag natuurlijk ook heel wat van terug. Nou goed, je moet maar meer lezen in het boek zelf. Maar dit is hoe het eerste hoofdstuk is opgebouwd. En hoe wij dus ook proberen met onze bril te kijken naar wat wij kunnen leren van die tijd. En volgens mij is dat best veel. En je kunt ook, zie je al verschillen. Hè? Dat is ook echt een van de dingen, denk ik, die uit ons boek wel duidelijk wordt, is hoe mensen ook verschillend dachten. Tertullianus, die bijvoorbeeld echt vond dat je je leven voor Christus moest geven, dat je er alles voor over moest hebben. En veel andere christenen die dat toch niet zo vonden. Die zeiden, maar je mag best vluchten als ze komen om de christenen uit te wissen. Nou, dat zijn natuurlijk best boeiende gesprekken ook die we vandaag de dag kunnen hebben. Van hoe radicaal zijn we ook als christenen? En is dat nodig? Is dat niet nodig? En nou goed, zo kan ik er nog wel even over doorkletsen. Maar ik geef weer het woord aan Jan. Ja, dank. Dan kunnen we naar de volgende dia. Dit voorbeeld gaat over de periode van 1700 tot en met 1900. Dat is een spannende periode. Het gaat over de verlichting. En over de verlichting, over verlichte denkers, zoals Voltaire en Rousseau en allerlei anderen, is vaak gedacht dat het vijanden van het christelijk geloof waren. Dat was de visie lange tijd. En daar ben ik ook mee opgegroeid. Dus in die zin is dat een heel spannend thema voor mij. In dit hoofdstuk hebben wij geprobeerd om daar op een genuanceerde manier mee om te gaan. Aan de ene kant is het zo dat het doel van verlichtingsdenkers niet was om het christendom uit de weg te ruimen, hebben we ontdekt. Maar juist om het te bevrijden van bijgeloof en onwetendheid. Dus die intentie die willen we ook honoreren. Aan de andere kant zie je wel verschuivingen bij bepaalde verlichte denkers optreden. Bijvoorbeeld als het gaat om de verhouding van de reden, het verstand en van de openbaring van God in de Bijbel. De vraag van welke rol moet het verstand nou hebben in de uitleg van de Bijbel en ook in bepaalde leerstukken. En dat leidde er ook toe dat bepaalde leerstukken bij sommige verlichtingsdenkers op de schop gingen. Bijvoorbeeld de drie-eenheid, de opstanding van Christus of lichamelijke opstanding. En het geloof in wonderen. Omdat dat niet met de reden te verenigen was. Tegelijkertijd moet je zeggen dat er in de verlichting, en dat laten we ook in ons hoofdstuk zien, dat er heel veel variatie was. Er waren de radicale verlichtingsdenkers, zoals Voltaire, Rousseau, in Frankrijk, maar ook Engelse verlichte denkers. Maar aan de andere kant waren er ook gematigde verlichte geleerden. En die waren in Nederland heel invloedrijk. En deze gematigde
verlichte geleerden die proberen veel meer om te laten zien dat het verstand en de openbaring niet met elkaar in tegenspraak waren. We kunnen naar de volgende dia. Ik had het net over variatie. En die variatie die heb ik ook in de titel van het hoofdstuk laten zien. Die luidt namelijk verstand en gevoel, twijfel en herleven. Want aan de ene kant had je de aandacht voor het verstand, het rationalisme, de aandacht voor de reden en de verlichting. Maar aan de andere kant had je ook aandacht voor het gevoel en voor de ervaring en de emotie. U ziet daar rechts ook een plaatje van. Dat is ook mijn geweldige schouders, die rond 1750 in Nijkerk predikant was en daar een opwekking mee maakte. En u ziet op het plaatje dat mensen, ja, ze noemden dat destijds in beroering raakten. Mensen gingen staan, gingen schreeuwen, gingen roepen, huilen, vielen neer. Dus heel veel nadruk op emotie. Maar tegelijkertijd is het zo dat die twee dingen, dus de aandacht voor ervaring en voor het verstand, soms ook met elkaar samenwerken. En een voorbeeld daarvan is de bekende opwekkingstheoloog John Wesley, een Engelse theoloog, die aan de ene kant heel veel aandacht had voor de ervaring van het geloof, maar aan de andere kant ook een handboekje voor geneeskunde schreef. U ziet de titelpagina daarvan rechts op de slide. Dus verstand en gevoel. En tegelijkertijd was er in deze periode zowel twijfel als ook herleving. Dan hebben we het vooral over de 19e eeuw. Aan de ene kant zorgden de nieuwe theorieën, bijvoorbeeld van Charles Darwin, over het ontstaan van de soorten en de opvatting van de theoloog Strauss over Jezus Christus en over zijn opstanding. Hij ontkende dat het een historische gebeurtenis zou zijn, maar hij zei dat het een verhaal dat de discipelen hebben bedacht. Dat zorgde voor heel veel twijfel of de Bijbel en de geschiedenis in de Bijbel, of die wel echt gebeurd zijn. Dat is de ene kant. Maar aan de andere kant was er in de 19e eeuw ook heel veel herleving. Denk aan het Reveil. Een opwekkingsbeweging die ook in Zwitserland bijvoorbeeld, maar ook in Nederland heel veel invloed had. En denk aan de zending. De 19e eeuw is ook de eeuw van de zending. Het ontstaan van particuliere bewegingen, genootschappen die zending gingen bedrijven. Tot slot heb ik ook zelf in dit hoofdstuk aandacht gegeven aan de actualiteit. Bijvoorbeeld aan de discussie over slavernij destijds. Aan de ene kant waren er christenen die slavernij gedoogden of daaraan meewerkten. Maar aan de andere kant had je ook christenen, naast trouwens verlichte denkers, die pleiten voor afschaffing van slavernij. En dat door te zien dat die twee standpunten bestonden, kunnen we ook een bijdrage leveren aan de huidige discussie over slavernij en over racisme, door die meer in context te plaatsen. We kunnen naar de laatste dia. Tot slot, met ons boek hebben we een boek willen presenteren dat de kerkgeschiedenis als boeiend en actueel presenteert. En we doen dat met een christelijke bril die we ook expliciet willen maken. En die bril die komt vooral tot uitdrukking in de visie op het geheel van de kerkgeschiedenis. Hoe we dat duiden, denk aan de slide aan het begin met de verschillende heilsfeiten. En ook, het komt ook tot uitdrukking in de manier waarop wij met de kerkgeschiedenis omgaan. Op een betrokken manier. Tegelijkertijd beschrijven we de gebeurtenissen en de lijnen op een gedistanceerde manier. En op deze manier is ons boek, tenminste dat is ons doel als auteurs, we willen een uitnodiging geven tot gesprek en discussie over de kerkgeschiedenis en over de bril waarmee je die bestudeert. Ik dank u wel. Dank je wel, Jan, en dankjewel Almantine. Ja, Jan, jij stoorde net een beetje, tenminste regelmatig stoorde jouw audio wat, dus mensen hebben misschien niet alles heel goed kunnen verstaan, maar ik troost me met de gedachte dat je rustig spreekt en een goede dictie hebt. Dus dat dat toch de verstaanbaarheid weer wat
kon verbeterden, zou ik maar zeggen. Dat hoop ik ook. Ik zag het net in de chat voorbij komen. Ja. Maar als er vragen over zijn, van harte welkom natuurlijk. Dus ik stel voor inderdaad van, mocht u een vraag hebben, dames en heren, dan stel die. Het makkelijkste is een hele historische stem. Ja. Dankjewel, Peter Ben. Ja. Maar als u een vraag heeft, stelt u die vooral in de chat. Dan kunnen Jan en Albertine meelezen en ik lees ook mee. Dus ik kan af en toe wat influisteren. Misschien om een voorzetje te nemen, dan kunt u wat nadenken over wat zeiden ze ook alweer en wat snapte ik daar niet van, of waar wil ik meer over weten. Hopen jullie met jullie boek dat bijvoorbeeld kerkelijke gemeenten die gaan lezen in groepjes? Dat zeker. Zeker. Ja, dat zou gaaf zijn ook. Op die manier kun je hem prima gebruiken, want er staan vragen na elk hoofdstuk. Dus dat, dat zou mooi zijn dat je zegt, we doen 10, 11 avonden over dit boek. Ja, prima voorstel. Dat wordt een koppertje ook, hè. Maar we hadden het niet afgesproken. Maar het ligt wel voor de hand natuurlijk. En ook omdat het boek er zo uitziet. Hè, dus ik denk dat gemeenten, kerkelijke gemeenten, echt veel meer aandacht mogen besteden aan de kerkgeschiedenis. Ik denk dat veel te weinig gebeurt. En dat kan best ook wel vanaf kansels. En zelfs met kindertijd. Ik heb op kindermoment ook wel eens het Giro-teken uitgelegd. Hè? Dat zie je veel op liedbundels enzovoort. Wat is dat nou eigenlijk? Waar komt dat vandaan? Nou, een beetje daar achtergrond over geven is volgens mij heel, heel boeiend. Anna van Dulke, die stelde een vraag of er al een dergelijk boek is. Of dit uniek is met zo'n insteek van per 200 jaar. Nee, dat is uniek. Dat is, voor zover ik weet, is er nog geen boek verschenen die dat zo doet. Je misschien per eeuw. Maar dat, ik denk meer dat in heel veel kerkgeschiedenissen zie je dat het opgedeeld is in het begin van de vroege kerk. Of hoge middeleeuwen, late middeleeuwen, vroege middeleeuwen. En dan reformatie, verlichting, revij enzovoort. Ja, dat is die klassieke. In die zin is jullie indeling wel verfrissend. Ja. Wat ons betreft wel, ja. En ook prettig overzichtelijk. Je hoeft ook, gewoon ieder hoofdstuk in 200 jaar. Ja. Ja, kijk, nou, één gemeente heeft al een kring gepland. Dus dat komt goed. Misschien Peter Ben Smit, die had nog een vraag. Of een opmerking wellicht. Nee, een vraag. Zit dus over de parallellen tussen heden en verleden. Die leuk zijn, vooral als je ervan bewust bent. Dan springt het door. Maar zit er ook niet soms wat veroordelends in? Ik bedoel, opwekkingsbewegingen van nu vergelijken met het montanisme van toen, dat is toch niet echt een compliment voor die opwekkingsbewegingen van nu dan, hè? Want ik snap waar het vandaan komt. Het is trouwens niet veroordelend, beoordelend. Volgens mij iets anders nog. Maar we vergelijken niet zozeer van dat lijkt erop, op dat van Montanus, maar dat die opwekkingsbewegingen aan zich als een verschijnsel, dat je dat eigenlijk dus ook door de eeuwen heen ziet. Dus niet alleen nu, maar Jan verwees er net ook al even naar. En dat je dat op verschillende manieren ziet. En je hebt natuurlijk hele extreme en minder extreme. En Montanus was natuurlijk vooral ook gericht op de eindtijd en zo. Nou ja, dat zie je ook terug rond het jaar 1000, rond het jaar 2000. Nu ook in de coronatijd weer gesprekken daarover. Dus het is niet zozeer vergelijk van, dat is hetzelfde als toen. Het is eigenlijk heel, op zekere vlakken heel erg anders. Maar het verschijnsel zelf zie je door alle eeuwen heen terugkomen. Ja. Hoe makkelijk of moeilijk is het eigenlijk door de bril kijken? Ja, dus de vraag van meneer of mevrouw Bosch. Kijken door de brilpersoon uit het verleden klinkt objectief, maar vaak zien we alleen deelaspecten. Hoe goed kan het eigenlijk door zo'n bril kijken? Ja, je hebt altijd een bril. Dat moet je, en het helpt al als je ervan bewust bent. Als je dat expliciet maakt. Als je andere mensen laat meelezen. Ook met andere achtergronden. En ook wat voor literatuur gebruik je? Gebruik je literatuur van mensen uit je eigen achtergrond? Of kijk je breder? Ik heb bijvoorbeeld ook veel gebruik gemaakt van het boek van McCullough. Dermate. McCullough, een bekende kerkhistoricus, met een hele andere achtergrond. Hij noemt zich een vriend van het christendom, dus niet een christen zelf. Maar ik heb wel veel van hem geleerd.
dat is ook de kunst van geschiedenis, hè? Dus weten welke bril je op hebt en dan een verhaal vertellen. En wetende dat het nooit het enige verhaal is. Nog informatieve vragen. Is er aandacht voor de kerkgeschiedenis van Azië en Afrika? Amerika en andere en Australië, Oceanië? Beperkingen tot Nederland? Ja, nee. Het is wel echt ook vanuit de wereld gefocust op Nederland wel. Maar er is zeker ook wat over Afrika te vinden. Ook al vanuit de vroege kerk natuurlijk. Augustinus. En tot en met ook nog wel Zuid-Afrika en racisme en dergelijke daar in het één laatste hoofdstuk. Dus daar, iets over Japan ook nog in een inleiding bij een hoofdstuk. Dus ja, we hebben wel redelijk ook echt geprobeerd om zoveel mogelijk in te denken in termen van de hele wereld. En niet dat je dat allemaal kunt bespreken, maar we proberen dat wel een beetje. En niet in de valkuil vallen dat je toch weer te veel wil vertellen. Kerkmuziek, vraagt iemand naar. Besteden jullie daar aandacht aan? Ik noem ergens dat John Wesley, die ik al noemde net. John en Charles Wesley, die zongen liederen. Dat heb ik kort genoemd. Maar geen systematische behandeling van kerkmuziek. Geef u wel vast nog een deel in die serie. Ja, dat mogen anderen dan schrijven. Ja, je hoeft toch wel goed te zijn. Wat ik een interessante vraag is van meneer of mevrouw Ruitenbeek. Kerkgeschiedenis schrijven met een christelijke bril. Is dat nou verrijkend of juist niet? Heeft het invloed op de toegankelijkheid van het boek? Nou, ik denk, het zou zeker kunnen als mensen in een boekhandel komen die niet christen zijn of er niet zoveel mee hebben, dat die denken van, als die gaan bladeren, dat ze denken van, heb ik daar wel zoveel mee? Maar ik denk dat het wel een voordeel van ons boek is dat we dat ook onze bril ook expliciet maken. Dus mensen weten ook vanaf hoofdstuk 1 waar ze aan toe zijn. En dat is ook onze bedoeling, dat je erover in gesprek en discussie kunt gaan. Ja, en in die zin zal ik natuurlijk zeggen, het is zeker verrijkend. Maar sowieso, ik denk wat heel veel niet-christenen denk ik nog niet doorhebben, is dat vooral de westerse religiegeschiedenis of wereldgeschiedenis bedoel ik, ongelooflijk veel natuurlijk met het christelijk geloof is vermengd. En dat je dat eigenlijk niet, je kunt niet geschiedenis bestuderen zonder ook iets van de kerk geschiedenis te weten. Dus ik denk dat dat ook heel erg boeiend is. En de christelijke bril maakt het aan de ene kant ook ingewikkelder. Ik denk dat Jan en ik ook best veel gesprekken, of we hebben veel gesprekken gevoerd over hoe duiden we dingen inderdaad. En dat is best lastig natuurlijk, hè? Van wat we ook in het laatste hoofdstuk schrijven. Ja, je bent geneigd om grote dingen en mooie dingen allemaal te zien als dat dan van God komt of zo. Hè? En dat je wat kleinere en andere. Ja, dat is lastig. Dus dat maakt het niet per se makkelijker, denk ik. Maar het maakt het wel mooier. Dankjewel. Nog één makkelijke vraag. En dan komt er nog eentje en dan ronden we langzaam af voor. Vanaf welke leeftijd is het boek toegankelijk? Dus dat is iemand die denkt aan een kring met kinderen waarschijnlijk. Ja, ik zou zeggen dat, het hangt er natuurlijk een beetje vanaf, maar het zou op zich al wel voor echt geïnteresseerde jongeren vanaf 13, denk ik, boeiend zijn. Nou ja, ik denk aan mijzelf. Op de basisschool vond ik kerkgeschiedenis geweldig en heb ik ook echt heel veel daarvan geleerd. En dan denk ik dat zo'n boek ook zelfs al wel iets zou kunnen betekenen. Maar echt gewoon zelf, denk ik, lezen misschien toch al wel echt gewoon ook voor tieners, hoor. Ja, kijk. Nou, dat biedt perspectieven, toch? Je moet het maar een tiener laten lezen en het vragen. Ik ben begonnen met voorlezen aan mijn kinderen 15, 17 en 18 jaar. Okay. Dus die vinden het goed. 15 jaar is een mooie jonge leeftijd, toch? En nog één vraag, en die zou ik dan maar als laatste willen bestempelen. In jullie boek haken jullie aan bij actuele zaken. Is dan niet het risico dat het snel gedateerd raakt? Ja, we hebben daar ook wel op gelet. Nou, bijvoorbeeld in het ene laatste hoofdstuk wordt Paus Franciscus genoemd. Of Donald Trump, de Amerikaanse president. En we hebben bewust niet gezegd van de huidige president. En verder, als het gaat om het actualiseren.
In het laatste hoofdstuk gaat het bijvoorbeeld ook over een thema wat juist nu weer in het nieuws is. Moeten we schuld beleiden voor de Jodenvervolging? En daarbij hebben we gezegd dat het ook heel belangrijk is om te kijken naar de context waarin mensen dat deden. Dus, nou, schuldbeleiden. Ja, ik denk juist, Jan ook even aanvullen, de focus op de bredere thema's, hè, zoals christenvervolging en verschillende kerken. En dat zorgt ook voor die grote lijnen die toch wel zullen blijven. En in het laatste hoofdstuk hebben we dus ook over de kerk van de toekomst. Dus dan hebben we, dat vonden we ook lastig natuurlijk daar iets over te zeggen. Maar we willen wel de lezer uitdagen om daar dus ook over na te denken. Wat leert geschiedenis ons voor de toekomst? Hoe ziet de kerk geschiedenis eruit in 20, 30, 40, 50. Dus ik denk dat het juist dan ook interessant is om het te lezen en te zeggen, hey, hoe zou ik het volgende hoofdstuk schrijven? Hè? Dus ik ga ervan uit dat het nog wel een tijdje in die zin heel actueel blijft. Dank jullie wel. Ik hoop dat dit helpt om een boek een mooie boost te geven. Dat het veel lezers zal vinden. En ik wil graag nu Arjen van Tricht uitnodigen om het laatste woord te spreken. Arjen van Tricht is dan de uitgever van Kok Boekencentrum, dus de man die dit boek mogelijk heeft gemaakt. Ja, goedenavond. Ik wil allereerst eerst aansluiten bij een van de laatste opmerkingen zie ik in de chat. Jan en Almantine, van harte gefeliciteerd met de verschijning van dit boek. Het is een heel lang proces geweest, Almantine. Volgens mij hebben wij, ik denk al 4, 5 jaar geleden een keer bij Strand Nul op het terras gezeten om het eerste idee door te spreken. En uiteindelijk, ik vind het knap dat jullie zo lang volgehouden hebben en dit gerealiseerd hebben. Daarnaast is het natuurlijk een hele prestatie om 2000 jaar te beschrijven in 200 bladzijden. Schrijven is schrappen, zeggen ze wel eens, maar schrappen is op een gegeven moment het moeilijkste van het schrijven. En dat hebben jullie goed gedaan. Hartelijk gefeliciteerd. En Arnold, jij bedankt dat je dit hebt opgezet. Dit is het ontzettend leuk, joh. Om dit zo, je gaat naar boven naar je zolderkamer en je bent met allerlei mensen in één keer in een webinar. En we luisteren naar elkaar en we zien elkaar deels. Heel leuk dat je dit opgezet hebt. Jij ook bedankt. En in jou bedankt natuurlijk de Vereniging van Nederlandse Kerkgeschiedenis. Dat wij zo onze auteurs op het podium mochten zetten om dit boek te presenteren. Ja. Ik wijs er nog even op natuurlijk dat het boek in de boekhandel is verkrijgbaar online voor €22,99. En volgens mij voorziet het uitstekend in een behoefte. In een toegankelijke, beknopte kerkgeschiedenis. In eerste instantie voor de gemeente. Jullie noemen het jonge mensen, maar ik denk dat volwassen mensen, gemeenteleden, daar heel veel uit kunnen opsteken. Heel mooi boek.